Hallo mensen, dit is even een update video over dit kanaal. Zoals jullie al hebben gemerkt over de afgelopen weken, volgens mij iets van 2 weken of zo, misschien zelfs al 3, heb ik meerdere video's in 1 week geüpload. Eerst had ik 1 video per week, dat was op zondag. Ik ben nu gebleven bij 2 video's, 1 op zondag en 1 op woensdag. In het begin had ik ook nog een beetje 3 video's per week, dat was een beetje veel. Ik ga namelijk gewoon nog naar school. Dus ja, daarmee zit ik een beetje met, ik moet genoeg tijd voor school hebben, genoeg tijd om lekker games te spelen, maar ook genoeg tijd om gewoon een goede video te maken. En daarom hou ik het nu bij 2 video's per week. 1 op zondag en 1 op woensdag. Deze zal eigenlijk altijd tussen 12 en 1 uur online gaan, tenzij er iets fout gaat. Dan zal ik het gewoon laten weten via Twitter. De link naar mijn Twitter-account staat trouwens ook in de beschrijving. En waar ik het ook nog over wil hebben, is dat ik waarschijnlijk nu ook over technologie over dit kanaal ga praten. Ik had altijd al het idee in mijn hoofd om een tech-kanaal te gaan maken. Alleen toen kwam het eigenlijk daarvoor de games. Omdat een game-video maken is eigenlijk veel makkelijker. Omdat je dan gewoon alleen je computer nodig hebt en een microfoon. Op dit moment leen ik een camera, een vrij goede camera, een Canon EOS 600D van een vriend van mij. Ik ga ook binnenkort waarschijnlijk zelf een eigen camera kopen. Dus ja, dan gaat er meerdere technologievideo's van mij komen. En mijn eerste technologievideo die ik ga maken is de unboxing en review van de Kingston HyperX Cloud 1 gaming headset. Dat is de eerstvolgende video waarschijnlijk. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.